Jesus Christ Superstar voor de kerstdagen. Super mooie opera. Dus die wou ik nog even opzetten. Als wij heel erg decadent gaan koken. Will no one stay awake? Mooi. Ted Neely, hij is deze week een congresgebouw met Jesus Christ Superstar. Zou ik best heen willen. Maar goed, we gaan koken. En heel erg decadent koken. En dan zouden jullie natuurlijk zeggen, nou dan gaat hij vast wel gevulde hertenreet maken of een knert. Ik weet niet wat een knert is. Een knert is een konijn met een gewei. Nou, dat bestaat niet. Maar je gaat heel decadent eten. Patrijs. Ja. En dat is echt vroeger, in de middeleeuwen, was dat voor de rijken. Er waren niet veel patrijzen. Patrijs is een heel erg gewild stukje wild. Het heeft een hele eigen smaak. En niet dat je zegt van goh, dat smaakt zo sterk, helemaal niet. Het is erg zacht. En ik koop natuurlijk al die spulletjes in de winkel wat je ervoor nodig hebt. Dus we lopen mee naar de keuken en dan ga ik het even laten zien. Kerstboom. Lege tafel. Nou, die wordt dadelijk vol. Van Mike hebben. Nou, een beruchte, beroemde ijskast. Koelkast. Kijk, dit heb ik uit mijn winkel meegenomen. Poelie. Marjoraan. Laurierblad. En zwarte peper. Ik had al eerder verteld, hoe donkerder het vlees, hoe donkerder de peper. En, nou daar komt hij. De patrijs. Een kleine vogel als hij geplukt is. En eerst de tweede. En dat is eigenlijk voor één persoon. Nou, maar ik heb het reis. Ik heb het reis. Maar we moeten kleine natuurlijk ook wel eten. En dat ga ik niet zeggen hoor. Kijk. Dit is parelhoenfilet. Nou, dat is ook een tam gevogelde parelhoen. En ik ga van die parelhoenfilet ga ik een schnitzeltje maken. Dan zeg ik, kijk eens, lekker, kip schnitzeltje. Dan eet je lekker parelhoen, moet je horen dan, die reactie. Nou, dat is lekker hoor, leuk hoor. Nou, bij de patrijs moet Savoie kool. En die heb ik hier. Savoie kool. Kan je gewoon maar overheen halen. Nou, die ga ik aanzetten, die ga ik bakken, die ga ik daarna met wat water en wat melk zelfs ga ik het koken. En die patrijzen ga ik in die Savoie koolbladeren in de oven doen. Het wordt dus niet een receptie zoals anders, dat ik eigenlijk probeer om zo snel mogelijk iets makkelijks op tafel te zetten wat toch goed is. Hè? Dat hebben jullie allemaal vast wel gezien. Het wordt best wel een leuk kerstrecept. Dat je eens wat extra's kan doen, we hebben toch 4 dagen de tijd, dus dan moet je dat maar doen. Nou, ik heb het laten zien, ik ga de voorbereidingen treffen. En dan kom ik dadelijk wel weer terug. Hier zijn de parelhoenschnitzels voor Tim. En die gaat denken dat het kipschnitzel zijn, dus veel lekkerder. Dat wil zeggen van, het smaakt heel anders. Let maar op. Dit is de kool, Savoie kool. De parelhoenders die zijn een kwartier aan de stoken. Met de borst naar beneden. Ja, want ik wil graag die borst lekker in die zuur mals en sappig wordt. Dus dan leg je hem niet op die rugkant, die is keihard, dat is allemaal bot. Dus je legt hem lekker op zijn borst en ze moeten stoven. Een korstje en een beetje water erbij. Nou, deze bladeren gaan er ook in. Kijk eens, die gaan we ook bakken. Dan is van voor je kool. En dan doen we erbij een beetje poelie, wat majoraan en een blaadje lavier. Op. We doen erbij een rode ui, is hier gezeten. Nou, dat is gewoon een beetje moeilijk. En een glaasje water. Nou, dan weer met de tang. Dat is makkelijk. Door de war gooien zo. Dat is lekker makkelijk met die tang, hè? Zie je die kruiden ook erop komen? Dan moet je dus niet met een lepel doen of met een vork of met een tang. En dan zet ik het op een laag pitje.
Dat is deze. Laagpitje moet je het 20 minuten laten stoven ongeveer. Ja, dat is wel fijn met zo'n groot gasfornuis. Je doet deze uit en dan trek je die gewoon een kleine pitje. Geen warme olie. Makkelijk, hè? Nou, even pauze. Ik denk een biertje of zo. En dan zie ik jullie dadelijk alweer. Nou, dat is de mix van de boter waarin de patrijzen hebben gelegen. We hebben nog lekkere verse kleine champignonnetjes bij gedaan. En wat spekkies ook erin gedaan. En dan ga ik nu die Savoie kool. Die ga ik in de ovenschaal doen. En dan heb je natuurlijk ovenschalen en dat staat ook in de recepten dat ze afdekken met aluminiumfolie. En dan loop ik altijd te etteren met het folie als je eraf moet halen, dan brand je je handen. Ik heb het sazin, let op. Nou, die zet ik gewoon in de oven. Dat is ook weer ideaal met het eruit halen. Dus eerst die bladeren erin. Zo. 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 Dan de patrijzen daarop. Borst naar beneden. Dan de mix. Daarover. Zo. Dan een beetje vocht natuurlijk erbij. Belangrijk, dat je daarin gaat luttelen. Zo. En daaroverheen de laatste bladeren. Ruikt lekker, joh. Het ruikt echt naar, naar kool met kruiden. Ik kan me wel voorstellen dat ze dit in de middeleeuwen wat decadent vonden, want het is wel eventjes werk. Maar ja goed, daarom zei ik net al, als het met de kerst heb je de tijd ervoor. Nou, waarom zou je het niet doen dan? Dus het is echt een keer wat anders en echt moeilijk is het niet. Het is gewoon het klaarzetten van de spullen. Nou, dit is dan het sazien. Ik ga de deksel pakken. Die gaat erop. In plaats van aluminiumfolie. Nou, de oven staat op 200 graden. Kijk maar. In de oven. Ik heb onder in de oven heb ik een schaal water gemaakt. Zodat die oven niet gaat aanbranden. Zodat het stoom ook zorgt dat de spullen lekker heet worden. Nou, dit laat ik zeker nog wel een drie kwartier zo pruttelen. En dan in die drie kwartier, de laatste 10 minuten, ga ik de aardappeltjes bakken. Ga ik de dus aanhalingstekens kipvezeltjes bakken. En dan zie ik jullie dadelijk weer bij een mooie gedekte tafel en de kerstboom. Nou, we zijn bij de gevogelte. Heerlijk, hè? Daar gaan we Côte d'Ivoire mee drinken. En ik heb een salade natuurlijk gemaakt. Gewoon sla met tomaten en paprika erdoor. En lekker gebakken aardappeltjes. Nou, hier liggen twee schnitzeltjes. En dan ga ik nou de patrijzen uit de oven halen. In het sazien. Dus eerst de oven uitzetten. Dat heb ik wel eens vergeten. Nou, dan komt het hele spul. Hans komt natuurlijk aan. Dan zet ik hem eerst op het aanrecht hoor. Het zal roei heet zijn. De beroemde biertjes. Daar komt ie. Nou, hieronder liggen ze te water trappelen. Daar gaat hij. Ik ruik de kruiden al, joh. Ik kan me wel voorstellen dat dit een chique dish was vroeger, hoor. Daar gaat hij. Nou, het viel wel mee, hoor, dat bereiden. En je kan alles terugkijken op de Facebookpagina. Ik zou zeggen, met de koning rollen. Patrijzen in Savoie kool. Lekker kruidig gemaakt. Proost, prettige kerstdagen en onwijs goed nieuwjaar.